Yo mensen nieuw hier en welkom bij deze allereerste video van de Quinn Games modpack. Natuurlijk niet echt de officiële episode 1 aflevering. Maar natuurlijk wel de allereerste video over de Quinn Games modpack. Het is namelijk zo, de stemming is namelijk inmiddels gesloten en de Quinn Games modpack won vrij duidelijk, lijkt mij zo. Dus jullie hebben al naar de allereerste beelden van deze nieuwe Quinn Games modpack uh, zitten kijken, eigenlijk. Natuurlijk komen die dingen ook echt daadwerkelijk voor in de modpack. De boss die jullie zagen komt erin voor. De nieuwe. Werelden, maar het is echt, echt pas een klein gedeelte van de gehele modpack. Deze modpack ga ik namelijk aan het einde van het weekend denk ik afronden. Ook met een vraag beantwoorden. Komt deze modpack echt online voor te downloaden? Nee jongens, dat kan helaas niet. Want ik heb namelijk geen toestemming van de modmakers. En het maken van een modpack weet je wel. Daar kun je gewoon gezeik mee krijgen. En ik heb eventjes geen zin daarin. Ik kan natuurlijk wel gewoon weer een modlist vrijgeven van alle mods die erin zitten. En dan kan je die pack zelf nabootsen. Of je kunt mods die ik gebruik kun je in je eigen pack gooien en ga zo maar door en door en door. Dus helaas geen downloadbare content, maar wel gewoon weer een modlist. Natuurlijk ga ik het ook eventjes heel kort hebben over de inhoud van de Kingham's modpack. Want ja, zoals jullie misschien nog wel weten van de voorgaande drie seizoenen, er zit gewoon echt heel erg veel variatie, maar ook echt gewoon heel veel avontuur in. De afgelopen King's modpack-seizoenen stonden natuurlijk ook gewoon volledig in het teken van nieuwe werelden, gloednieuwe mods, ga zo maar door en door en door. Ik heb volgens mij zelfs in de vorige Kingham's modpack had ik volgens mij vier of vijf nieuwe werelden of zo. Het was echt gewoon insane. Op de achtergrond zien jullie trouwens gewoon wat oude beelden van de voorgaande drie seizoenen. En ik zal ook gelijk eventjes uitleggen hoe we nou eigenlijk bij seizoen 4 zijn uitgekomen. Want sommige mensen zijn misschien een beetje in de warhoek en eigenlijk allemaal lopen te nummeren. Kan ik me best voorstellen. Het is namelijk zo, ik had allereerst Quink en Modpack seizoen 1. zullen dus jullie nu wat beelden van zien verschijnen. En echt jongens, ik zag het laatst. Ik dacht van echt, is dat al zo lang geleden joh. Ik zal eventjes de datumitscherm laten zien van die video. Ik dacht echt, holy shit, is dat echt al zo lang geleden. De tijd gaat zo ongeveer. Ongelooflijk hard hè jongens. Maar in elk geval, daarna is ook nog seizoen 2 uitgekomen. Die deed ik samen met Richard. Vervolgens bij Queen Games Modpack seizoen 3 had Richard ook YouTube. Die maakte toen ook filmpjes. Oftewel, toen was de naam eventjes tijdelijk veranderd van de Queen Games Modpack naar de Queen Je Weet Self Pack. Dus vandaar dat is dan seizoen 3. En nu komt er dus gewoon weer een normale Queen Games Modpack seizoen 4. Dus eigenlijk kan je het soort van zien dat dit pas seizoen 3 is. Maar ik tel de Queen Je Weet Self Pack ook eventjes gewoon als Queen Games Modpack. Oké, okay, nou dan zijn jullie ook weer een beetje op de hoogte van de nummering. En zo heb ik nog meer dingen te vertellen over de inhoud van de modpack. Ik denk het namelijk wel, namelijk een beetje hoe de hele modpack is ingedeeld. Zoals jullie namelijk weten, had ik eigenlijk al lang de 1.8.9 mods allemaal updated verwacht. Helaas doet het allemaal eventjes ietsjes langer dan verwacht, oftewel ik moest verplicht terugstappen naar Minecraft 1.7.10. Dus de modpack gaat 1.7.10 worden, maar dat zegt niet heel erg veel. Er zijn namelijk echt heel 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 veel nieuwe mods, heel veel nieuwe werelden die ik echt gewoon nog nooit op mijn kanaal heb laten zien op ep 710 Dus daar gaat deze Kingdoms modpack een beetje op gebaseerd worden, namelijk op de echt hele goede mods waar ik nog helemaal geen aandacht aan heb besteed. Nou, jullie hebben net al in de trailer een paar leuke beelden gezien van bossen, van nieuwe gebieden en ga zo maar door en door en door. Dus ik wil deze Kingdoms modpack vooral gaan focussen op de wat minder bekende mods die wel gewoon echt ongelooflijk goed zijn, zowel avontuur als natuurlijk ook gewoon een beetje het technische en het magische gedeelte. Ook al denk ik dat ik het magische gedeelte Even grotendeels achterwege laten. Omdat, voor mijn gevoel, ik echt de magische mod al heel vaak behandeld heb. Dus gaan we gaan me vooral focussen op enkele magische mods. Veel meer tech mods. En ook echt super, super, super veel avontuurlijke mods. Nieuwe werelden, nieuwe dimensies. Nieuwe bosses, nieuwe monsters. Ga zo maar door en door en door. Ik heb er in elk geval echt super veel zin in. Maandag gaat dus gewoon de allereerste aflevering online komen. En ik verwacht ongeveer zondagavond. Ik denk echt op het laatste moment. De modpack pas af te hebben. Dus zal ik eventjes een modlist bij episode 1 neergesmijt in de beschrijving of zo. Ik zal wel eventjes gewoon duidelijk melden waar dat staat. Misschien zelfs op Twitter. Ik ga het allemaal zien, jongens. Hopelijk hebben jullie allemaal echt super veel zin in, ik in elk geval wel ik ben echt super hyped om het allemaal te gaan spelen nieuwe bosses, nieuwe dimensies wat ik al allemaal aangaf, het gaat gewoon heel erg vet worden, ga je ook heel veel zin hebben in dit nieuwe seizoen van de Queen Games modpack die maandag gaat beginnen, doe dan zeker alvast dat blauwe duimpje omhoog en post in de comments wat jij nou eigenlijk graag wil zien in deze hele serie, ik wil namelijk deze serie echt heel erg afwisselend gaan vormgeven ik had namelijk van de week al verteld dat ik het echt gewoon op het next level wil gaan doen, zoals jullie net al zagen die cinematics van de trailer, dat wil ik echt vaker in mijn video's gaan verwerken in combinatie met gewoon episodes met facecam, nou soms nog van die cinematics ik wil ook nog andere dingen gaan doen ik wil echt gewoon kortom heel erg veel af gaan wisselen in deze gloednieuwe serie dus even voor de duidelijkheid. Niet elke video gaat dus een facecam bevatten. En ook niet elke video gaat van die cinematic beelden bevatten. De meeste sowieso 100% zeker weten gegarandeerd wel. En trouwens voor de mensen die niet weten wat ik met die cinematic beelden bedoel. Dat ze namelijk in de trailer die 3D beelden. Waarmee ik een soort van het landschap laat zien. Of rondom de bos vliegt dat soort dingen. Dat film ik trouwens ook met de mod. Daar leg ik meer over uit als ik de modpack aan het spelen ben. Maar dat doe ik ook met de mod. Vind ik echt gewoon een hele grappige toevoeging. En wat ik al aangaf. Ik wil een beetje next level gaan. Ik wil nieuwe originele dingen gaan doen. Op op mijn series, we gaan het allemaal zien jongens Tot maandag in elk geval bij de gloednieuwe Serie, en als je trouwens ook de andere serie Kijkt, de Galaxies, dan gewoon Tot morgen, dan gaat er namelijk daar weer een nieuwe episode van online Komen, ik heb heel veel zin in maandag jongens Lekker ophypen die handel In de comments achterlaten wat je van de serie Ja, verwacht eigenlijk wat je graag wil zien En dan zie ik jullie graag op terug bij de volgende video Peace jongens